Er is echt een soort van revolutie aan de gang die bijna niemand doorheeft. We gaan met z'n allen steeds betere koffies drinken. Er zijn zoveel mensen die misschien nog nooit in hun leven echt goede koffie hebben gedronken. En ja, het lijkt me gewoon heel tof om dat algemene niveau gewoon omhoog te halen. Mijn naam is Mark Jordaan en ik ben een van de eigenaren van Giraf Koffie in Rotterdam. Koffiebranderij. Mijn persoonlijke missie is dat we in Nederland gewoon betere koffies gaan drinken en dat we gewoon het algehele niveau een beetje omhoog gaan halen. Zodat we dus veel bewuster bezig zijn met wat we drinken en waarom we dat drinken. Want er is zoveel mogelijk. Ja, nee, in het begin was het gewoon heel erg lastig, want je weet helemaal niet of het gaat werken. En er komt in het begin natuurlijk helemaal niks uit. Dan ga je proberen te compenseren door alles aan te pakken wat er voorbij komt vliegen. Dus 2-3 keer in de maand stonden we nog op evenementjes om onszelf een beetje te promoten en om gewoon wat bakjes koffie te verkopen, dat er weer wat gebeurde. Op een gegeven moment gaat dat zo'n wissel op je trekken, omdat je gewoon 80, 90 uur aan het rondrennen bent. En aan het eind van de maand heb je natuurlijk, ja, is er eigenlijk nog helemaal niks. Ik denk dat we allebei wel eens momenten hebben gehad waarop we toen zeiden in die periode van we moeten ermee stoppen. Maar dat was altijd het moment dat de anderen zei, nee, ja, hey, we zijn net, dit is juist het moment, nu gaat het wat worden. Ik merk wel dat ik gewoon heel anders naar dingen ben gaan kijken. En we zijn nu 3 jaar bezig en in die afgelopen 3 jaar daar eigenlijk het meeste over geleerd heb. Gewoon hoe de wereld werkt. Dat is gewoon heel anders dan als je er gewoon vanuit een consumentenperspectief naar kijkt, om het zo maar te zeggen. Dat is super leerzaam geweest. Het is ook grappig om naar jezelf te kijken en die hele ontwikkeling erin te zien. De leukste klanten, dat zijn over het algemeen de kleine klanten ook. Omdat het gewoon mensen zijn die ook een horecazaakje hebben en die gewoon ook ondernemer zijn en daar heel erg mee bezig zijn. En ja, daar krijg je gewoon heel veel waardering van als je daar met dat soort mensen kan samenwerken. Ja, wanneer ben je dan succesvol? Wanneer is dat dan geslaagd? Ja, ik vind het nu soms ook al heel erg geslaagd.